bijna 15 jaar ligt er eindelijk weer een Donkey Kong Country game in de winkels, waarin de aap terugkeert naar zijn eigen eiland. De vraag is dan ook natuurlijk of Donkey ons wederom weet te overtuigen zoals hij dit ook deed in 1994. Donkey Kong heeft lange tijd rust gehad, maar deze wordt nu bruut verstoord. Na een vulkaanuitbarsting op het eiland van de aap verschijnen er allerlei wezens die de dieren op het eiland hypnotiseren. Onder hypnose beginnen deze dieren Donkey's bananen te stelen, maar waarom weet niemand. Natuurlijk laat Donkey dit niets op zich zitten en strijdvaardig als hij is trekt hij erop uit om de bananen terug te halen. Game die Returns in de titel plaatst, verwacht je veel elementen uit de eerdere delen terug te zien. Dit is dan ook precies wat je krijgt. Het begint namelijk al met de gameplay. De game zal geheel in 2D gespeeld worden, net als vroeger. Er is echter wel diepte in het spel te vinden, want regelmatig komt er bijvoorbeeld iets in het beeld vallen of zul je zelf naar de achtergrond geschoten worden. Daarnaast zul je ook in de bewegingen van de aap zien dat er goed gekeken is naar de vorige delen. Zo zul je weer moeten rollen en klimmen, maar ook op een geheel nieuwe manier op de grond moeten timmeren om vijanden te verslaan om extra's te vinden. De game combineert de bekende gameplay elementen van de eerdere delen namelijk prima met het gebruik van de Wiimote. Om te rollen en op de grond te timmeren moet je met de Wiimote schudden. Maar verder speel je de game zoals de klassieke delen uit de franchise. Met de Wiimote zeiling zodat deze lijkt op een klassieke controller. Deze combinatie van besturing is erg makkelijk, voelt nostalgisch aan en biedt een leuke nieuwe dimensie in de gameplay door het actief bewegen van de controller. Een ander zeer nostalgisch tintje wordt gegeven door de vrienden en familie van Donkey Kong. Het is namelijk weer mogelijk om rond te rijden op Rambi de Neushoorn en in de werelden kun je terecht in opa Cranky's winkel om bepaalde handige spullen te kopen. Hier komt echter gelijk een tegenvaller de hoek om kijken omdat we namelijk wel wat meer oude karakters terug hadden willen zien. Naast enkele aanpassingen in de besturing is er nog meer nieuws terug te vinden. Zo zijn het deze keer dus niet de Kremlins die je bananen stelen, waardoor er nieuwe vijanden langskomen. Sommige daarvan kun je niet zomaar verslaan, maar moet je een bepaalde timing voor hebben of een bepaalde actie uitvoeren. Dit zijn de wat lastige vijanden, maar ook de eindbazen van bepaalde levels. Ook de levels zelf bieden af en toe een leuke uitdaging, waardoor je goed op je tellen moet passen. Zoals je misschien al kunt voorstellen, kan dit voor lastige momenten zorgen waarop casual gamers afhaken. Nintendo heeft hiervoor, net als in eerdere spellen, ook weer de Super Guide aangebracht. Wanneer je een keer of acht of vaker dood bent gegaan, kun je de computer tijdelijk het spel over laten nemen om te zien hoe het moet om verder te komen. Hierdoor is het spel zowel voor de hardcore gamer, de Donkey Kong fan en voor de casual gamer weggelegd. Een andere goed merkbare vernieuwing is de manier waarop Donkey en Diddy gebruikt worden. In de eerdere delen kon je met beide karakters spelen en wanneer de een dood ging, dan ging je met de ander verder. In de singleplayer modus zul je in deze game altijd met Donkey spelen. Wanneer je Diddy tegenkomt, zal hij op je rug klimmen, zodat je meer leven krijgt en je verder kunt springen. Je kunt er natuurlijk ook weer voor kiezen om met twee spelers de aap uit te hangen in de co-op modus. De ene speler kruipt er in de huid van Donkey, terwijl de andere Diddy zal besturen. De co-op modus is al een reden op zichzelf om de game keer op keer op te pakken, maar er is meer. Er zijn namelijk tal van dingen om te verzamelen in de levels. Naast de bekende letters die het woord Kong vormen, zijn er ook puzzelstukjes in de game verspreid. Door deze dingen te verzamelen kun je extra's vrijspelen om te bekijken. Donkey Kong heeft in zijn nieuwe avontuur weer hetzelfde probleem als altijd en het is dat zijn bananen gejat worden. Zijn avontuur en daarmee zijn eiland ziet er dit keer alleen veel gelikter uit, maar bevat toch nog vele nostalgische tintjes. Het enige dat echt duidelijk tegenvalt is het ontbreken van vele karakters. Toch weet Donkey Kong Country Returns ons te overtuigen van zijn individuele kracht en is dan ook voor zowel de hardcore als casual gamer zeer gericht. Daarbij komt ook nog eens dat het spel er goed uitziet, mooi klinkt en vooral niet te makkelijk is. Donkey Kong Country Returns is dan ook zeker een aanrader voor de feestdagen.